Kijk of luister nu naar dit gesprek en ontdek de drie dingen die jij niet wil missen. Eén. Leer hoe jij de beste teksten schrijft voor je website, nieuwsbrief of vacatures. Twee, ontdek wat er allemaal komt kijken bij het uitgeven van je eigen boek. En drie. Praktische ondernemerstips, zoals onder andere hoe jij je bedrijf kan verkopen. Mis deze waardevolle inzichten niet en blijf kijken. Welkom bij ZVD TV. Nicole, hoe was die opening eigenlijk? Zeg maar, kun je even feedback geven hoe die was? Feedback op je opening. Nou sowieso de mis dit niet. Die was wel heel die erg. Die is goed, erg. hè? Ja, die is goed. Drie ja. dingen. Drie dingen. Ja, de rule of three. Dus ja. die was ook lekker, uh, dat lekker. Dat uh, die ging er ook lekker in. En ik dacht ook wel, we hebben het uh, druk vandaag tijdens dit gesprek. Er zit veel in. Ja, er zit dus, veel. Is dat goed of niet goed? Nee, ik vind het leuk. Het klonken als hele leuke onderwerpen. Alleen maar... jij moet dit allemaal gaan brengen. Ja. Die waarden. Wie is Nicole Tadema? Um, het eerste wat me te binnen schiet is eigenlijk uh, moeder en vrouw van. Uh, ja. Want dat is natuurlijk wel vrij belangrijk. En moeder van uh, een dochter van 18 en een zoon van 20. Maar daarnaast vooral iemand die echt bezeten is van taal. En wat je daar allemaal mee kan doen. Want daarmee kan je het onmogelijke mogelijk maken. Daarmee kan je ook de zaak uh, verschitteren? Zeker, Ja? ja. Uh, Jij, we gaan het over drie dingen hebben. Dus voor duidelijkheid over die, over, over taal, en dan kun je, jij geeft workshops en seminars. We kunnen daar dagen over praten. Zoveel tijd hebben we niet, dus we gaan proberen wat krenten uit de pap te halen. Uh, twee, want je, jij zei dat jij vier boeken had uitgeven. Klopt, ja. Ja, ik kon er maar drie vinden. Ben ik dan niet goed in zoeken? Ja, nee, dat ligt niet aan jou. Het uh, eerste boek wat ik ooit schreef, dat is uh, denk ik nergens meer terug te vinden. Maar dat heeft ermee te maken dat de tweede een opvolger daarvan is. Dus het eerste boek ah. heet Werven met woorden. Ja, oh, en deze het tweede met boek, de nieuwe Werven met woorden. Okay. Toen kwam Tekst Werkt. Die ja. is uh, oktober 2021 uitgekomen. Ja. En mijn laatste boek is De Zeven Magische Woorden, maart 2023. Ja. Nou, en daar staat onder andere de tip van mist dit niet in. Ja, precies. Oh, dus ja, maar die, ik, heb, ik, ik heb hem gescand, het boek, maar die had ik zelf verzonden. Die mist dit niet. Ja, nou dan heb je blijkbaar ook gevoel voor taal. Weet je. Uh, en tot slot gaan we een paar ondernemerslessen doen. Want uh, je hebt onder je bent ondernemer ja. uh, en je hebt onder andere al een bedrijf verkocht. Uh, dus daar gaan we het ook over hebben. Uh, beginnen met die uh, tekst. Um, waarom dat je het tof vindt, is duidelijk, dat je passie is, maar waarom is tekst zo belangrijk? Leg dat eens uit. Ja, je kan, je kan echt het verschil maken met tekst. En, uh, want het kan, je kan het dus ook fout inzetten, waardoor bijvoorbeeld ineens er een nee wordt gezegd tegen je offerte. Mm -hmm. En dat zou toch uh, jammer zijn als je wel een heel goed product hebt, maar niet weet hoe je het eigenlijk aan de man kan brengen. En dan hebben we het over tekstgeschreven taal. Maar ik ben ook steeds meer bezig, eigenlijk, van deze tips die ik altijd geef tijdens die trainingen. Um, die kan je ook gewoon in gesprekken of op het podium in gaan zetten om ja. uiteindelijk eerder je doel te bereiken. En ik denk wel dat tekst heel erg wordt onderschat. Is, is tekst spreken hetzelfde als tekst schrijven? Dat is... nee, 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 ik denk dat het heel veel overeenkomst heeft. Ik, okay. ik geloof niet. Uh, dat ik volmondig ja zou kunnen zeggen. Want ik heb me vooral heel erg altijd gespecialiseerd in het schrijven van teksten. Ja. En ik probeer nu echt ook die kanteling te maken van in hoeverre kan je alle trucs die ik bijvoorbeeld geef en mijn invloedingsprincipes ook inzetten in het gesproken woord. Mm -hmm. Ik ben nog geen situatie tegengekomen waar het niet kon. Uh, maar het ligt ook wel een beetje aan waar je staat, waar je bent. Ik ben heel erg bezig met beïnvloeding en beïnvloeding is ook niet op elk moment misschien gewenst. Nee, precies. En, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat um, ik heb wel eens het een en ander geschreven en dan zeiden mensen wel eens van, joh, ik hoor jou bijna praten. Oftewel van, ik, ik, blijkbaar schrijf ik heel erg in, in mijn, zoals ik praat. Uh, maar, maar praten is, praattaal is wat anders dan schrijftaal, toch? Spreektaal eigenlijk. Ja. En ik geloof erin dat uh, spreektaal de beste vorm van communiceren is. Uh, dus dat je schrijft zoals je spreekt met je doelgroep. Uh, je ziet nog wel heel veel van die schrijftaal van 'je zal worden uitgenodigd'. En ik zeg altijd als je dat ooit op de universiteit hebt geleerd, vergeet al die lessen. Uh, schrijf gewoon zoals je spreekt met je doelgroep en dan zou je waarschijnlijk zeggen: 'ik nodig je uit'. Ja. Korter, krachtiger ja. en meer authenticiteit. Want dat is wel mooi dat jij dat zegt. Van uh, als mensen iets, uh, iets van jou lezen, dat ze zeggen: 'het klinkt alsof je met me praat'. Ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Ja. Moet je, als je dit goed wil doen, hè? Ik, ik ben namelijk, ik ben geen theoreticus, ik, ik, uh, ik vind het heel lastig om volgens modellen of theorieën te werken of te, te spreken of te schrijven. Um, jij werkt heel veel, ja je hebt heel veel, of ja modellen, maar theorieën en tips en tricks. Kun je het um, ook spontaan goed doen of is het van belang dat je ook die, die theorieën goed kent en toepast? Uh, ik denk als je begint met die tip die ik net gaf van schrijf zoals je spreekt met je doelgroep, yeah. dat je al meteen de basis op orde hebt. Dan mm. voorkom je waarschijnlijk ook dat je in allerlei Complexe woorden, vakjargon gaat vervallen op het moment dat je praat met een 16-jarige jongen. Ervan uitgaande dat die 16-jarige jongen je doelgroep is. Mm -hmm. En heb je een gesprek met een uh, 60-jarige advocaat die 40 jaar ervaring heeft, dat zou veel zijn, maar uh, dan is je woordkeuze ook meteen anders. Mm -hmm. En je blijft tegelijkertijd dicht bij jezelf, want je spreekt zoals je praat, of sorry, je schrijft zoals je praat met je doelgroep. Mm -hmm. uh, dus die authenticiteit zit erin. Het is persoonlijk en het is doelgroepgericht en het is. Daardoor ook nog goed te begrijpen. Dus voor mij is dat de basis van een goede tekst: mm -hmm. dat het goed uh, te begrijpen is en dat het authentiek en persoonlijk is. Nou, dat behaal je al door te schrijven in spreektaal. Mm -hmm. Dus wat mij betreft is dat de gouden regel. En ja, wil je echt. De top of de beel uh, bereiken daarmee, dan is het wel fijn als je bepaalde schrijftechnieken kent, ja. invloedingsprincipes kunt toevoegen op bepaalde momenten. Uh, maar de basis is echt dat uh, spreektaal. Beïnvloedingsprincipe Beïnvloedingsprincipes, natuurlijk de, de grote master wereldwijd, Robert Cialdini, die elk jaar een keer naar Nederland uh, komt. Wat zijn de belangrijkste die echt in tekst werken? Of wat is een belangrijk beïnvloedingsprincipe wat heel goed in tekst werkt? Ligt een beetje aan het doel van je tekst. Ja, dus de mis dit niet is, de, is het principe van schaarse, natuurlijk. Ja. Dus als jij een product hebt wat nog één dag in de aanbieding is, zou die heel goed werken. Ik vind zelf het meest krachtige beïnvloedingsprincipe uh, sociale bewijskracht waarin ik heel graag werk met reviews, quotes van mensen die vertellen... hoe goed het product is of hoe goed jij je dienst hebt verleend. Dus niet jezelf op de schouder kloppen, maar anderen dat laten doen. Zeker, ja. ja. Uh, die zeven magische woorden, we gaan ze niet alle zeven analyseren... maar als ik, als, als ik ze oplees, dan denken mensen... hoezo zijn dit magische ja. woorden? Ik lees ze even allemaal op. Maar omdat jij niet of, als en ja. Uh, dan denken, oké... Okay, uh, Laat eerst even de context uitleggen. Wat zijn voor jou magische woorden? Magische woorden zijn uh, alledaagse woorden, dat zei je eigenlijk al uh, uh, perfect. Um, alledaagse woorden die je tekst kunnen maken of breken. Mm -hmm. En als je dus hebt over mis dit niet, om maar meteen even een voorbeeld erin te gooien. Uh, dat kan je tekst maken, want dat kan zorgen voor urgentie bij de ontvanger. Ja, maar als ik tegen jou zou zeggen, um, Jan is niet de moordenaar. Dan gaat jouw brein eigenlijk op de lange termijn keuzes maken. Wat ga ik wel of niet onthouden aan die zin? Jan is niet de moordenaar. Nou, dan hmm. vraag ik hem aan jou. Welke ja. twee woorden onthoud jij van ja, die zin? Ja, dan onthouden Jan en moordenaar. Ja. Natuurlijk. En ja. dat is, dan kan het tegen je werken. Ja. Want dan eerst de volgende keer als jij Jan tegenkomt in de gang, dan doe je even een paar stappen achteruit. En wat, hoe zou je dat dan uh, anders moeten verwoorden? Jan is onschuldig. Ah, oh, natuurlijk. Dat ja, dus ik, ik 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 kruip even in de rol van de advocaat als nee. ik Jan uh, de slotpleidoos heb moeten doen, ja, voordat ja. de jury die uh, beraadskamer ingaat. Moet niet ik, zeggen Jan is niet de nee, moordenaar. Nee, want dan gaan zij met eigenlijk met die associatie, want ons brein uh, die ligt razendsnel verbindingen, gaan mm -hmm. ze de beraadskamer uh, in, of ik weet niet precies hoe dat heet, en dan moeten ze uiteindelijk bepalen of dat wel of niet zo is. Dus Jan is onschuldig is dan een betere variant. Dat vind ik dan wel. Um... Dat zou magisch zijn, vind ik, dat, want ik kan me voorstellen, als wij nu 50 advocaten slotpleidooien zouden gaan bezoeken, dat die een aantal keren dik wordt gemaakt, die fout. Dat ze gewoon zeggen, Jan is niet de moordenaar. Um uh, is het mogelijk dat jij zonder de... Ik zou zo graag willen dat ik niet hoef na te denken... en gewoon mezelf kan zijn en gewoon kan lullen. Dat is mijn werk. Uh, maar, en dat, alles, dat er alles van nature goed zou gaan. Maar dat werkt natuurlijk niet zo, hè? Nee, nee, Moet want je dat oefenen? Nee, nou ja, het grappige is dat uh, mensen van oorsprong eigenlijk graag... Ja, dat klinkt zo dramatisch, maar negatief zijn. Dus die, die hebben eerder het klas half leeg dan half vol. En die zeggen dus bijvoorbeeld in een oude -of reply: Ik ben uh, niet bereikbaar. Terwijl ik dan denk, ja, schrijf je mogelijkheden en zeg van, ik ben bereikbaar vanaf donderdag, bijvoorbeeld. Ja, ja. En zo, uh, dus ja, er zijn de, de echte positievelingen, die gaat het misschien heel goed af. Maar het merendeel van de mensen, die vervalt heel snel in eigenlijk het, uh, Hoe het kan gebruiken dan? van niet. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hmm. Maar dat, dat blijkt dus wel ergens vandaan te komen en dus vaker dan je zou denken. Hé, hey, dan klinkt ja als een heel positief woord. Hoe kun je die verknallen? Ja... Nou, het grappige is dat ja, uh, het, uh, laatste woord, ook, uh, het laatste hoofdstuk is van het boek, dat je dat woord niet letterlijk in je tekst moet gebruiken, maar uh, uh, dat laatste hoofdstuk gaat over tien manieren waarmee je in het brein iemand mentaal ja kan laten knikken. Bijvoorbeeld wat ik het mooiste vind van die tien manieren is de rhyme as a reason. En op het moment dat je uh, een zin vertelt die rijmt, dan wordt die als geloofwaardiger ervaren en ook veel beter onthouden. Is positiever, geloofwaardiger en hij wordt beter onthouden. Dus al, daarom zeg ik altijd, daarom gelooft iedereen in Sinterklaas. Want die rijmt er flink op los. <laughs> um, maar, maar, maar je gaat toch geen uh, teksten in rijmvorm doen? Nee, maar wel bijvoorbeeld slogans. Ja, de eerste die Aha. mij nu heeft te binnen schiet, is Jazeker, de... Hypotheken. ja, zeker, de hypotheek. Die weet je. En ik moet zeggen, die commercial is volgens mij al best wel een tijdje van de uh, ja. buis af. Maar heeft dat, is dat dan, dan? Dan snap ik de kracht van rijm? Maar wat heeft dat met ja te maken? Uh, omdat de tekst dus geloofwaardiger, positiever overkomt creëer je daar een mentale ja-knik mee. Ah, oké. Okay. En dat is dus, dus daarom is de... Oh, ja is niet in, in alleen maar een letterlijk, een magisch nee, woord. dat is zeg maar de uitzondering in het boek. Ah, oké. Okay. Dat is echt het mentale la ja laten knikken... en al die andere woorden die je opnoemde, niet, als, maar... dat zijn woorden die je letterlijk in je tekst verwerkt... en die kunnen jouw uh, verhaal maken of breken. Pik er nog eens eentje uit, die voor jou, waarvan je zegt van... oh, dat is wel een interessante. Ja, de meest herkenbare is eigenlijk maar... En dat heeft misschien ook meteen weer te maken met de negatieve insteek van mensen. Maar wat je heel veel merkt, is dat het woord maar, uh, ik zeg altijd het woord misbruikt. Dus uh, je kan, het wordt heel vaak gebruikt om twee zinnen met elkaar te verbinden. Waar ook het woord en had kunnen staan. Uh -huh. dat, uh, maar heeft sowieso al een negatieve associatie. Want alles wat na maar komt, is meestal slecht nieuws. Ja, ja, ja. Ik kijk heel vaak naar first dates. En dan wordt er, heb je aan het eind zo van... Hey, wil je nog op vervolgdate? En dan zegt die man tegen die vrouw of andersom... ik vond het echt een hele leuke date. Je <laughs> zag er prachtig uit. Maar een vervolgdate zie ik niet zitten. Ik gebruik dit heel vaak... of gebruik, ik kom dit heel vaak tegen in interviews... waarbij ik letterlijk iemand hoor praten... en dat ik dan als interviewer zeg... Ik voel hem maar aankomen. Ja, maar je voelt hem. En ja. dat is dus dat is ook het bruggetje wat ik wou maken. Je voelt eigenlijk al bij het eerste woord dat er een maar gaat komen. Waardoor ons brein alles voor het woord maar als onwaar. Uh, ja. Waarneemt. Mm. Dus er is zo'n uh, kreet van alles voor het woord maar is niet waar. Mm -hmm. Dus die complimenten die je gaf, van ik vond het een hele leuke date, je ja, zag er prachtig uit. Kom nou maar met de waarheid. Ja, die ja. wordt eigenlijk gedeleteerd in het brein. <laughs> en vervolgens oh, ligt de nadruk op wat na komt. En ik zeg altijd, als je die boodschap gewoon even omdraait, dat je zegt, ik ga niet over volgdate, maar je zag er prachtig uit. Ah, ja, ja. Toch met een iets lekkerder gevoel naar huis. Kun je dat toepassen in zakelijke context? 100 procent. Ja, uh, als je een nadeel moet vermelden over een product, bijvoorbeeld uh, dat de levertijd heel lang is, ja. dan uh, kun je dat nadeel zet je voor het woord maar. De levertijd is heel lang, maar er zijn geen bezorgkosten. En dan de geen bezorgkosten, die heeft dan ja meer nadruk, want alles voor het woord maar, die heeft minder aandacht. Oh, ja, ja, ja. Um, zijn jouw tips en tricks? Hè, zijn die allemaal Waar of zijn dat ook? Zijn dat ook? Ja, is dat ook jouw beeld op tekst? Ik durf te zeggen dat ze waar zijn, omdat ik ze allemaal heb uh, um, gestaafd op allerlei onderzoeken. Onder andere, Cialdini kan natuurlijk al wel ja. uh, voorbij. Ik noem hem altijd mijn held, uh, want die heeft me eigenlijk kennis laten maken met, uh, met alles rondom beïnvloeding, ja. uh, maar ook. Uh, Allerlei onderzoeken van Kaneman tot onderzoeken uh, van een Amerikaanse universiteit, waaruit bleek dat als je het woord omdat in een zin gebruikt, dat je daarmee e dat dat de boodschap die na omdat komt meer als waarheid wordt aangenomen. Dus heel vaak wordt het woord want gebruikt in plaats van omdat. Want zou suggereren dat er iets subjectiefs komt, omdat dat er iets objectiefs komt. Een soort bewijslast. Ja, eigenlijk ja. bewijslast. En dat heb ik dus alle. Ik heb allerlei onderzoeken doorgenomen, heel veel boeken gelezen. Um, en daar heb ik de bevindingen in mijn boek, De Zeven Magische Woorden, op ja, gestaafd. En ook al mijn eigen ervaringen. Uh, ik ben nu vakmatig, volgens mij, twintig jaar bezig met tekst. Ja. Maar vooral op die onderzoeken. Be werk jij ook op commissiebasis voor klanten? Want ik kan me voorstellen, als jij met de magie en de kennis die jij hebt. Pak maar vacature teksten, webteksten. En als er conversie in het spel is, dan zeg je toch gewoon: ik hoef geen uurtarief, maar ik word wel afgerekend op conversie. Ik denk dat ik de, aandacht be of de uitdaging best aan zou durven. Maar dat doe je ja. niet. Nou, ik schrijf eigenlijk nog steeds of ik schrijf inmiddels heel weinig teksten. Want ja. ik ben vooral bezig met trainen en spreken, daar ligt mijn focus op. Okay. En zo nu en dan, uh, als ik echt uitgedaagd word, dat ik echt een hele leuke tekstopdracht heb. Of een, of een klant waar ik al heel veel jaren mee samenwerk, doe ik het wel. En misschien moet ik hem een keer aangaan die uh, uitdaging. zou hey. ik leuk vinden. Hey, waarom heb je die stap gemaakt om minder? Ik noem maar even de advies, tak te doen. En veel meer die training, coaching en presentatiekant op? Omdat ik het lastig vind om het te combineren eigenlijk. Hmm. Uh, want ik, ik schrijf trouwens ook steeds heel veel. Laten we dat wel voorop stellen. Want ik blog ook heel veel. En uh, als je het hebt over beïnvloeding, vind, ja, ik geniet ervan als ik een offerte mag uitbrengen aan een klant. Dus dan uh, ga ik ook weer al die trucs in toepassen. Geen eurotekentje, hè? Geen euroteken, nee. Als je iets wil verkopen, niet. Maar als je een offerte van mij krijgt en ik geef mijn boek gratis weg... dan staat er wel een euroteken, omdat ik dan iets weggeef... en die waarde als hoog mag waargenomen okay, worden. Oké, dus een drive. eurotekentje ervoor wordt duur. Ja. Wordt gepercipieerd als duur. Wat moet je er dan zetten? Euro achter of zo? Of niks? Nou, eigenlijk gewoon niks. Gewoon alleen, en ik alleen heb bedrag. De... Maar, maar ik kan toch niet zeggen, als je mij als dagvoorzitter wil huren... dat kost, en dan, uh, uh, weet ik veel, 2500. Maar dan niks. Nou, je zegt sowieso niet dat het iets kost, want dan denken mensen: oh, dat gaat me geld kosten. De dus investering investeren, Want dan kijken ze er ja? iets voor terug. Uh, nee, ik heb wel um, ergens onderaan en dan niet kleine lettersjes, want daar hou ik niet van, maar in een normaal lettertype staan uh, deze tarieven zijn exclusief BTW en in euro's. Oh ja. En dan Als hoef je, je alleen maar het bedrag, alleen maar de cijfertjes. Alleen maar dus het bedrag en ook alsjeblieft geen punten, komma's en decimalen, want je wil dat die prijs niet heel lang wordt, dus letterlijk groot. Maar ik kost altijd 1443,76 euro. Hoe doe ik dat dan? Nee, dat is dan, uh, Nee, maar dat is ook dat is heel interessant. Dat ook? is prijspsychologie. Uh, ik zou hem sowieso dan afronden naar... Jij zei 1443,78 cent, hè? <laughs> uh, ik zou gaan naar 1459. En waarom? Nou... Uh, dat is zeg maar een logische prijs. Want als iemand dat ziet, denkt hij, onbewust, en we hebben het allemaal over onbewuste beïnvloeding, 1 plus 4 is 5, 4 plus 5 is 9. Dat denken ze dan? Echt? Onbewust. Ja? Herkennen ja, zij klopt, eigenlijk, zo. Vinden, zij, uh, vinden zij het bedrag logisch? Als ik weet um, uh, wat jouw geboortedatum is, wat is jouw geboortedag en maand? 0, 2 juni 2006. Twee, dus stel je voor, ik zie dat ergens ja. en het Godelijk bedrag ligt rond de 200 euro. Maak ik er, al, al was het 190, maak ik er 206 van. Want in jouw brein is dat heel herkenbaar. Ik doe ook wel eens. Ja, nou, iedereen kijkt mee. Dus nu ja. uh, als jij van mij een offerte ja, zou krijgen, ja, ja. zou die zomaar, zomaar de laatste vier cijfers van jouw mobiele nummer kunnen zijn. Als dat in de buurt komt van de prijs die ik natuurlijk reken. Want het is niet dat ik denk, nou, we, we maken er even 4000 euro van. Want dat zijn de laatste cijfers. Uh, maar als ik dus uh, uh, op de 41 of de 38 zit, nou dan wil ik daar nog wel uh, mee spelen. Uh. Ja, prijspsychologie is een van de dingen waar ik me echt nog dieper in uh, wil duiken. Want dat vind ik heel erg interessant. Hoe kwamen we daar nou op? En ik onderbrak jou over ja, de had... O oh, ja, offertes. Jij wordt altijd heel blij als je offertes hebt Oh brengt. O ja, offertes schrijven, ja. ja. Uh, maar, en jij vroeg eigenlijk waarom ik dus niet meer scheef. Precies. Um, ik merk gewoon omdat ik veel trainingen geef. En ik ben veel onderweg en ik moet de trainingen voorbereiden. Mm -hmm. Dat het dan lastig is om uh, vooral... Uh, korte teksten die, waarvan klanten heel vaak zeggen: Ik heb het echt volgende week nodig uh -huh. om daar dan die rust voor te pakken. Uh -huh. Dus als ik het doe, dan zijn het uitzonderingen van teksten waar ik ook echt inhoudelijke uitdagingen in terugvind. Uh -huh. En tegelijk ook teksten die ik dan uh, ook goed kan combineren in mijn agenda. En daardoor doe ik het gewoon heel weinig. Ja. Uh, Zometeen even over het, uh, uh, hoe je hoe als mensen zitten te kijken die ook nog eens een boekje willen uitgeven, hoe dat in zijn werk gaat. En, uh, en nog een paar ondernemers-tips. Maar even tot slot dit hoofdstukje afronden. Uh, hoe goed gaat um, uh, AI slash ChatGPT worden in um, mijn lousie tekst erin plakken? En joh, pas uh, Cialdini en het boekje van Nicole maar toe als uh, theorie. En maak voor mij de perfecte offerte tekst, whatever. Hoe goed gaat de AI worden? Ja, nu is mijn boek natuurlijk nog niet door ChatGPT uh, te lezen, zeg maar, hè? want hij is ja. uh, van maart 2023. Ja. Ja, ik hoop niet heel erg goed, maar ik verwacht met de ontwikkelingen die ik zie dat dat wel heel hard zou kunnen gaan. Waarom hoop je niet heel erg goed? Nou ja, meer omdat het natuurlijk mijn, mijn expertise is en mijn toegevoegde ja. waarde op de markt. En ik het vooral heel leuk vind om dat te blijven uitoefenen. Uh, mm -hmm. Maar als je ziet wat hij nu al kan. En hij is er nog lang niet. Uh, op het niveau met beïnvloedingsprincipes en met de magische woorden. Verwacht ik dat dat wel in de toekomst gaat gebeuren. Dat die echt. Ja, die technieken erin gooit. En wat betekent dat dan voor jou, voor jou en je vakgenoten? Dat, daar moet ik ook in meegroeien dan. Hm. Als het zo goed wordt. Uh, dan zal ik daarin moeten meegroeien en kijken misschien bijvoorbeeld hoe kan ik mensen trainen in het gebruik van ChatGPT. Hoe schrijven een hele goede prompt om dat voor elkaar te krijgen. Want in die end kan je nooit in ChatGPT zeggen, doe dit, maak er wat leuks van. Je hmm. moet hem een hele goede prompt geven. Ja. En dat, geeft, ja, dat, dat, is, dat is best wel heel erg precies hoe je dat moet vormgeven om de juiste resultaten eruit te uh, kunnen halen. En ik vraag me ook af uh, als we het er dan over hebben dat ChatGPT of andere vormen van AI mm -hmm. briljante uh, beïnvloedingsteksten kunnen gaan schrijven, um, ja, ChatGPT kan stiekem niet echt nadenken. Dus uh, gaat hij dan die mist dit niet? Het beïnvloedingsprincipe schaarse hartstikke sterk. Gaat hij die op de juiste moment toepassen? Ja. Want mist dit niet, moet je eigenlijk niet doen op het moment dat je een heel duur en complex product wil verkopen. Mm -hmm. ja, waarom niet? Ja, dan kan je eigenlijk de plank misslaan... omdat het bij dure en complexe uh, aankopen bijna te populair en te commercieel overkomt. Ja, precies. Ja, dus we moeten maar even kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja, ik uh, go with the flow zou ik Voorlopig zeggen. Voorlopig is wel een assistent voor je. Zeker. Ja, okay. vooral voor inspiratie gebruik ik het. En ook in mijn trainingen, ik geef veel trainingen aan niet-tekstschrijvers. Dat ik zeg: van ja, als je eens vastloopt met je spelling, ChatGPT kan echt wel een goede spellingscheck voor je doen. Ja. Uh, is het moeilijk om een boek uit te geven? Ja, ik vind het van niet. Uh, maar dat komt misschien ook omdat ik een marketingachtergrond oorspronkelijk heb. En er mm -hmm. komt heel veel marketing kijken, vind ik bij een boek. Uh, ik heb het ook zelf uitgegeven, dus niet via een uitgeverij, maar echt zelf uitgegeven, laten vormgeven, laten drukken. Mm -hmm. En ik ben van oorsprong uh, copywriter, dus het yeah. schrijven gaat me ook goed af. Yeah. Dus is het moeilijk? Ik vind het niet. Ik vind, vond het vooral heel erg leuk om te doen en heel erg leerzaam. Wat heb je ervan geleerd? Nou, heel veel. Als ik kijk naar het laatste boek, uh, daarvoor heb ik heel veel onderzoeken moeten doornemen. Mm. En de rhyme as a reason, uh, gevoelsmatig had ik altijd wel zoiets van, hé, hey, dat klinkt lekker, zo'n slogan als, ja zeker, de hypotheker. Mm. Maar nu ken ik de theorie er ook achter mm -hmm. en kan mm -hmm. ik dat op heel veel andere manieren weer toepassen en ook delen als ik op het podium of uh, ja. sta of een training geef. Verdien je meer geld met een boek als je het zelf uitgeeft? Dat denk ik niet. Ik, nee? He, nee, ik, ik, ben erin, ik probeerde er laatst in te duiken voor een van de blogs die ik schrijf. Want mensen zeggen wel eens: Nou ja, als je een boek schrijft, dan ben je toch binnen. Nou, aan een boek schrijven verdien je niet zo heel snel geld. Mm -hmm. uh, en toen ben ik die vergelijking aan het ma gaan maken: van Wat verdien je met een uitge als je het uitgeeft via een uitgeverij en als je het zelf uitgeeft? Ik denk dat het weinig verschil is. Ik ben wel van plan om nog een vijfde boek te gaan schrijven. En dan ga ik wel even met een uitgeverij praten... om te kijken, ja, wat doen jullie dan voor me? Want het mm. is echt wel een hele bak werk... Mm -hmm. uh, als je ook de marketing en zo moet verzorgen. Mm. En dan ga ik ook wel onderaan de streep kijken... wat hou je dan over? Maar in die end schrijf ik het boek niet... om er geld mee te verdienen. Maar Ik schrijf het boek als, uh, vooral als marketinginstrument. Ja. Want dat ik geld kan verdienen... Uh, dat mensen mij bellen van... hé, hey, ik heb je boek gelezen... zou jij bij ons een sessie of een training kunnen verzorgen... En uh, ook weer dus om mezelf elke keer uit te dagen en uh, als een spons al die kennis die ik opdoe tijdens het schrijven te absorberen. Ja. Heb je tips voor mensen die een duidelijk vakgebied hebben, specialist zijn en over een boek na zitten denken waar ze moeten beginnen? En die nog geen ervaring hebben met het schrijven van een boek? Ja, ik krijg die vraag heel veel van, me van mensen die in die situatie zitten. En dan, vraag, en dan geef ik ze hele praktische tips. En een half jaar later zeg ik, hoe staat het met je boek? Ja, nee, ik ben echt heel druk, ik ben nog niet begonnen. Dus ik zou zeggen, de, 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 twee gouden tips. Eén uh, gouden tip, ga tegen iedereen zeggen dat jij volgend jaar een boek uitbrengt... zodat je echt een stok achter de deur hebt. Dat heb ik ja. ook gedaan. Zeker nog, ik had hem in de pre-order. Ik dacht, ja, shoot, ik heb mm. nu gezegd dat hij in het kwartaal één uitkomt, dus ik moet wel. Mm -hmm. uh, en uh, als je geen copywriter bent of geen tekstschrijver... ga aan de slag met een schrijfcoach... Heb ik niet gedaan, maar ik ken hmm. mensen die met een schrijfcoach hebben gewerkt. en die daar heel erg veel baat bij hebben. bij het vinden van het structuur van een, van een boek, bijvoorbeeld. en ook wel um, eindredactie en ook het uitgeven, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, je hebt al een bedrijf verkocht. Ja. Waarom wil je het verkopen? Hoeveel mensen had je? Zeg maar, hoeveel, hoe groot was het bureau? Twaalf mensen in dienst. Okay. Ja. Tekstschrijvers en trainers en wat uh, back -office. En waarom wil je het verkopen? Omdat ik er. Echt niet meer gelukkig van werd. Mm. Uh, wel van het tekst inhoudelijk, want het mm. was een tekstbureau gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie. Dus, dus de klanten, alles was super tof. Maar alle randzaken die erbij komen kijken, vond ik echt ja, verschrikkelijk in één woord. Mm. En dan heb ik het over. Uh, uh, administratie, boekhouding en ook uh, het, ja, eigenlijk de, omg of de omgang met het personeel. Dat was altijd wel leuk ja, hoor. Ja. Uh, maar het alles manager. wat daarbij komt kijken, ja. het manager van personeel en uh, mensen die ziek zijn, die we moeten gaan vervangen het en hoe ook. je daarmee om? ook, Ja, ja dus dat, ik merkte gewoon dat dat me ging opbreken. Ik was dit ooit begonnen echt vanuit mijn passie voor tekst. Mm. Dus ik had een marketingachtergrond. Ik dacht, wat vind ik het allertofste binnen marketing? Dat was tekst. En uh, het was altijd een uit de hand gelopen hobby, zo heb ik het mm. altijd genoemd. Mm. En uh, uiteindelijk na elf jaar dacht ik, ja, dit is een uit de hand gelopen hobby, maar niet meer op de positieve manier. Mm -hmm. Dus het was een opluchting dat je vanaf was? Zeker, ja. Mm. Zijn de mensen die er toen werkten, er nog steeds, werken die nog steeds allemaal? Een groot aantal, zeker, ja. Okay, ben je er nog bij betrokken? Ik ben er uh, op de achtergrond een beetje bij betrokken. Je foto staat dan op de site. Mijn foto's, ja, ik ben, uh, officieel ben ik ambassadeur en bijvoorbeeld uh, komende week geef ik een training aan de copywriters die daar werken. Mm -hmm. uh, dus op die manier ben ik zeker nog betrokken. Waar gaat je volgende boek over? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, ik weet gewoon dat boeken schrijven heel erg leuk vindt en dat het voor mij dus werkt als marketinginstrument. Ja. Uh, maar ik dacht, ik moet wel even nog wachten. Uh, A, ah, even pas op de plaats, want een boekschrijver kost heel veel tijd, energie en ook geld. Mm -hmm. Maar ook, um, ik wil even kijken wat de ontwikkelingen doen van ChatGPT, omdat het heel veel impact heeft op tekst. Dus ik weet het nog niet. Maar combi de combi is natuurlijk wel een boekje waard als je hem niet te lang laat wachten. Hè? Dus de impact van AI op tekstschrijvers, denk dat die het wel zal doen, denk je niet? Ja, misschien kan ik dan ChatGPT gewoon zeggen: kan jij even een boekje voor Ik Geloof dat het eerste boek al is uitgegeven ergens. Dat, maar dan wordt het, je moet ook oppassen dat je het niet te plat effect beheert. En het nadeel van een, het, er zit natuurlijk één nadeel aan een boek. Als het gaat om dit soort onderwerpen, dat is het moment dat je het naar de printer stuurt, dan, dan, staat, ben je alweer, dan ben je alweer verouderd. Ja, nee, ik, ik, weet, ik, ik weet het dus nog niet zo goed. Ik vind een, een, een interessant thema ook duidelijke taal. Dus eigenlijk in eenvoudige taal communiceren, ja. um, omdat je boodschap dan een stuk beter overkomt. En dan, uh, dus dat zou het kunnen zijn. Maar wat ik al zei, ik wil even kijken wat de impact is van ChatGPT. Want dat moet je er wel in mee gaan nemen. Ja, ja. Want die impact, die wordt wel groot, denk ik. Dat verwacht ik ook, ja. ja. Heb je nog even, een, uh, tot slot, een paar tips. Even heel praktisch, die zo in je hoofd. Want je zit zo vol met ideeën. Waarvan de kijker kan zeggen, joh, dat morgen toepassen als het gaat een tekst. Doe dat in ieder geval niet meer. Of doe dat wel. Mm. Nou, ik ga weer even terug naar het begin van het gesprek. Want voor mij is dat die gouden regel: schrijf zoals je praat met je doelgroep. En weet dus ook wie je doelgroep is. Dat is echt belangrijk. Ga niet schrijven voor iedereen, want dan bereik je gewoon niemand. Ja. Uh, denk ook goed over, uh, na over welk doel je daarin wil bereiken. En uh, denk na over wat zijn de belangrijkste vragen die mijn lezer heeft, dus mijn doelgroep. En zorg dat je die altijd beantwoordt in jouw tekst. Of dat nu is in social of in een brochure, maar wat zijn de belangrijkste vragen die die doel, uh, doelgroep heeft. Dus als ik hem zo samenvat, zie je zie een, een, een tekst echt als een gesprek met je lezer. Ja. Wat ik een hele goede vond nog, uh, wat ik in je boek las, is dat, ik weet niet meer hoe je hem samenvatte, maar die pas ik veel toe. Dat is dat je een T achter een werkwoord, dus dat je hem, snap je, dat je hem actief uh, maakt. Kun je die eens even uh, beschrijven? Want die, ja. die, die, ik pas die zelf heel vaak toe, want dat maakt zinnen veel ja, actiever en korter en helderder. Ja, en het verdubbelt je conversie, kan ik je vertellen. Oh, um, Ja, nee, daar kan je nagaan waarom <nogel> nou, jij je zo succesvol bent. Ik denk bent. al, er komt al wat geld vandaan. Maar Zul... vertel, wat bedoelen we daarmee? Uh, ja, het is een hele mooie hoe één letter het verschil kan maken. Yeah. Um, dat is de letter T. Ik zit heel veel naar een voorbeeld te denken. Uh, als je zegt: uh, met deze software bespaar jij tijd. dan leg ik de actie neer bij jou. Yeah. Um, en als ik zeg: deze software bespaart tijd dus bespaart bespaard meteen erachter, ja. dan ligt de actie bij, bij de software. Ja. En ons brein is hartstikke lui. Wij willen vooral niet dat wij zelf in actie moeten komen. En op die manier uh, kan het dus je conversie verdubbelen. En dit is allemaal, allemaal dat onbewuste brein. En dat onbewuste, luie brein die denkt van ja, als die software het werk doet, dat is lekker. Dan ja. koop ik dat product in plaats van uh, met deze software bespaar jij tijd. Moet je wel goed zijn op de middelbare school hebben opgelet over D's en T's. Zeker. Ja, die maar misschien. Kom je, die chat, kom ik vaak tegen. Ja, maar nee, moet je dan even bij ChatGPT ja. vragen. Hoewel die die op dit moment nog wel lastig vindt. Dus ja. hij is heel goed in spellingschecks. Ja. Maar die DT, ja, dat is typisch Nederlands, ja. vindt hij nog wel een beetje ingewikkeld. Ja, 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 ja. Ja, en dan die DT, ja, ik doe dan altijd, ik, ik loop, hij loopt, weet je wel. Dan, ja, uh... ik ken de trucjes ook, maar ik heb opgelet op school, ik was een heel braaf. Ja, nee. <laughs> um, Nicole, mag ik jou danken voor iedereen uh, die meer wil weten? Want het is, uh, ik bedoel, compleetheid is niet te doen in dit soort gesprekken. Uh, dank dat jij mijn gast was. Uh, en dan ga ik naar de kijker toe. Uh, mochten jullie uh, meer hierover willen weten, vier boekjes zijn ja, eindelijk drie, maar nou, zoek het uit. Nico, wat was een website moeten ze naartoe? Mijn website ja? is scorenmetwoorden.nl scorenmetwoorden.nl Daar vind je ook alle informatie over cursussen, trainingen en boeken. En voor als je er nog verder in wil verdiepen. Uh, voor nu, dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer op alle kanalen van ZVD-TV. Dan mis je helemaal niks meer en maak je mij heel erg blij. Was dat goed gezegd? Ik vind hem ijzersterk. Ja, ja. Dankjewel. Dag.